Amsterdam moet een bruisende stad zijn en niet verzakken in de vertrutting. Vind jij dat clubeigenaren hun eigen openings- en sluitingstijden mogen bepalen? Dat jij staand op een terras een biertje kunt drinken? Dat jij in je eigen wijk op zondag gewoon kunt winkelen? Of vind jij dat het rustig moet worden voor de mensen die in het centrum wonen? Het CDA is tegen het vrijgeven van openingstijden van horeca en winkels. Wij geloven dat je in een stad leeft met elkaar en dat je dus bijvoorbeeld als het gaat om winkels, dat je daar op een bepaalde manier ook paal en perk aan moet stellen. Natuurlijk moet er sprake zijn van openingstijden waarbij mensen ook goed gebruik kunnen maken van faciliteiten. Maar aan de andere kant mogen we ook best wel denken aan de mensen die werken in winkels of bijvoorbeeld kleine zelfstandigen die zich niet kunnen veroorloven om altijd en overal open te zijn. Het is geen goed idee als winkeliers en eigenaars van horecagelegenheden zelf kunnen bepalen wanneer ze open gaan en wanneer ze dicht zijn. Nu is het nog zo dat we allemaal, of bijna allemaal, op zondag een rustdag hebben. Dat betekent dat het mogelijk wordt om samen naar familie te gaan, of samen te voetballen, of samen naar de kerk te gaan. Stel je voor dat iedereen zelf bepaalt wanneer hij of zij zijn rustdag heeft. De een op donderdag, de een op zondag, de ander op dinsdag. Denk je dat het dan nog lukt om dan samen met de hele familie bij elkaar te komen, of je voetbalelftal bij elkaar te roepen om tegen een tegenstander te spelen? Nee, dat lukt natuurlijk niet. En daarom willen wij graag de zondag behouden als rustdag voor iedereen. D66 is voorstander van vrije openingstijden voor winkeliers en voor horeca. Wij willen dat de overheid zich daar niet te veel mee bemoeit. Winkeliers kunnen zelf bepalen wanneer ze open zijn en ook op zondag moeten ze open kunnen zijn. Dat willen ze ook graag, zeker nu er een economische recessie is. En daarnaast vinden we dat de horeca moet kunnen bruisen en dat het ook veiliger wordt in Amsterdam als de cafés verspreid over de nacht dichtgaan in plaats van allemaal op hetzelfde moment. GroenLinks wil dat de cafés in Amsterdam langer open blijven. Dat zorgt ervoor dat we een levendig nachtleven hebben. Dat vind ik leuk. Ik denk dat jullie dat ook leuk vinden. Maar het kan niet op alle plekken. Op de plekken waar veel mensen wonen, moeten we daar ook rekening mee houden. En op die manier zorgen we ervoor dat iedereen op een leuke manier kan wonen en uitgaan in Amsterdam. Ik vind dat in Amsterdam, de hoofdstad van Nederland, de grootste stad, we zelf mogen weten of je op zondag of op een andere dag naar de winkel gaat. Dus ik vind dat winkels open mogen op zondag en dat heb ik ook voorgesteld. Winkeliers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer ze open gaan en wij kunnen zelf bepalen wanneer we gaan winkelen. Ook voor de horeca, voor de cafés en de restaurants vind ik dat je soepele openingstijden moet hebben. Je moet in deze prachtige stad op elk moment van de dag wat moois kunnen vinden. Maar ik vind niet dat je sluitingstijden moet afschaffen, want er zijn ook mensen die de volgende dag vroeg naar hun werk moeten, die misschien net naast dat café wonen en daar moet je ook rekening mee houden. Amsterdam is een wereldstad en dat willen we ook blijven. En dat betekent dat je cafés, restaurants en ook winkels de vrijheid moet geven om zelf te bepalen wanneer ze open gaan zijn en wanneer ze dicht gaan. Dat betekent dus ook dat je de uitgaansgelegenheden tot diep in de nacht wil laten open zijn als daar behoefte aan is. Eigenaren van horecainstellingen moeten hun eigen sluitingstijden kunnen bepalen. Op die manier gaan allerlei cafés op verschillende tijden dicht. Dat is veel prettiger, dan kunnen we de overlast spreiden. Winkels moeten we voorkomen dat ze allemaal op de zondag open gaan, want dan hebben kleine ondernemers helemaal geen kansen meer in Amsterdam. En juist die kleine bakker, die willen we behouden in deze stad. De VVD is er een voorstander van dat de openingstijden in Amsterdam vrij worden gegeven. Zowel voor de horeca als voor winkels. Ondernemers moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Moeten zelf kunnen bepalen wanneer hun klanten kunnen komen. Je moet als gemeente moet je de overlast bestrijden die kan ontstaan. Maar niet zeggen, u moet op een bepaald moment dicht zijn vanwege de zondagsrust of vanwege andere redenen. Dat moet bepaald worden door de ondernemer zelf.